evenement worden ze beoordeeld. Meestal op iemand van de Kleinschip Foundation. Op basis daarvan win je een geldbedrag voor je klein. Ik had toen 600 euro gewonnen. Met dat geld kan je dus iets kopen voor je playground. Je vraagt natuurlijk naar de behoeftes van de kinderen. Afgelopen week was het wel warm. En toen zeiden ze, eigenlijk willen we iets met water, met water. En toen dacht ik van, dan zorg ik voor een waterspectakel. De sfeer zit er goed in. Iedereen kan het met elkaar vinden. En het is natuurlijk leuk voor de ervaring, nieuwe dingen uitproberen. Eigenlijk zijn wij gewoon een voorbeeldfunctie, zo kan je het eigenlijk zien, voor de kinderen hier in de wijk. Waarbij sport natuurlijk ook heel erg belangrijk is. Voor mij is het echt een leermoment om te kijken waar ik allemaal moet aan denken en wat erbij komt kijken bij zulke evenementen. We hebben hier basket, tennis, je hebt hier van alles. Het is geslaagd als er veel kinderen komen natuurlijk, want dat wil je altijd hebben. Het is voor mij de belangrijkste dat ze hun lekker aan het sporten zijn.